Ieder jaar weer worden er bijzondere prestaties neergezet door jongeren op het gebied van wetenschap, technologie en maken. We kennen deze jongeren als Science Makers. Ook dit jaar ontvangen zij een toffe award. Dit jaar gemaakt in het FabLab in Groningen. Hoe het gemaakt is, dat ga je nu bekijken. Hey, hallo. Welkom in het FabLab in Groningen. Science Makers, de organisatie, heeft ons gevraagd voor jullie, jonge Science Makers, een award te bedenken. En dat hebben we dit jaar weer gedaan. Er is iets heel moois uitgekomen. Daar is die. En die is voor jullie dus. Zo, even over het ontwerp. Onze Jolien Franke die heeft dit ontwerp gemaakt. Ze kan er helaas niet bij zijn, dus ik leg het voor haar uit. Ze heeft een ontwerp gemaakt gebaseerd op de vier wetenschappen die bij jullie terugkomen bij de Science Makers. Dat is natuur, wetenschap, engineering en wiskunde. En daarbij heeft ze één gemene noemer, de rode draad, gevonden, de sinus. En de sinus heeft een hele mooie relatie met de cirkel en de golfbeweging, zoals jullie wel weten. Als ik aan dit knopje draai, dan kun je zelf een sinus maken, de cosinus, en dat alles vanuit de vorm van de cirkel. Zo, nu gaan we aan het werk. Om die award te maken moet er van alles gebeuren. Hier in de computer zie je het ontwerp voor de lasersnijder. Het acrylaatplaatje, het kunststofplaatje waar we op gaan graveren, het zwarte. En in gaan snijden de rode lijnen. Capjes moeten 3D geprint worden, het dopje aan de voorkant moet 3D geprint worden en het voetje moet 3D geprint worden. Er zitten twee kleuren in. We beginnen altijd met de witte kleur en dan gaan we daarna de rode kleur 3D printen. Dit is het capje dat op de voorkant komt om je award in een sinus te bewegen. Nou, daar hebben we een heleboel voor nodig. Bij 3D printen kun je heel makkelijk je ontwerp kopiëren. Laten we zeggen, we printen er 20 tegelijk. Dan vermenigvuldigt hij zich. Dan moet je waarschijnlijk de middelste weer even op zijn plek zetten. En kunnen we gaan printen. Dan hebben we ook nog de voetjes. De voetjes van de award. En die bestaan uit twee delen. We beginnen altijd met het witte gedeelte, de science logo's. En als we die geprint hebben, dan kijken we welke er allemaal goed gelukt zijn. En dan selecteren we degene die we willen gaan printen. En dan halen we het logo weer weg. Dus als bijvoorbeeld deze 5 goed gelukt zijn, dan printen we deze 5 daarna. Dan slicen we hem in plakjes voor de 3D-printer, dat hij de code meekrijgt en kunnen we beginnen. Dan hebben we nog één onderdeel. Dat zijn de capjes voor over de moertjes. Dat zijn deze. Er zit een klein gaatje in en ze vallen precies over een M8 moertje heen. Die kunnen we ook weer kopiëren. We hebben er 12 nodig per award. Daar zijn ze. Slicen en printen dan. Dan hebben we nog een gedeelte dat door de lasersnijder moet. Dat is het Perspex acrylaat plaatje. Daar wordt het logo in gegraveerd. Dus ben ik bezig om de awards te buigen. Voor de award gebruiken we een heel klein drupje lijm, zodat hij goed op zijn plek blijft zitten. En vervolgens moeten we gaan assembleren en dat is nogal een werkje. Al die capjes moeten door een moertje en door een draadje worden gehaald, zodat ze uiteindelijk door alle gaatjes gelust kunnen worden en in de award terechtkomen. Zodat jullie van deze cirkel een sinus kunnen maken. We zijn klaar. We doen nog even een elastiekje om, zodat alle dopjes op hun plek blijven zitten. Zoals je ziet, we pakken de award voor je in. Ze komen jullie kant op. Heel veel plezier ermee. Wat een toffe awards voor de Science Makers van 2021. Ga snel naar sciencemakers.nl om te ontdekken wie deze award allemaal ontvangen hebben. Of bekijk gewoon nog een video.